Adrie versus Danny en e-sporter Bas maakt zich klaar voor de E-divisie. Dit is een nieuwe weekie. Filmset, tv-studio en nu ook oefenweide voor de politie. Het Van Dongen en de Roosstadion is echt van alle markten thuis. Op 13 november gaat de E-divisie weer van start en onze speler Bas heeft er al een paar lekkere trainingspotjes op zitten. Nou, gelukkig voelt hij zich achter de PlayStation in ieder geval beter dan voor de camera. Samen op cursus, samen bij de amateurs en samen bij de profs. Nee, Adrie Poldervaart en Danny Buis zijn niet met elkaar getrouwd, maar hun leven is wel met een rood draadje verbonden. Leergierig, zelfkritisch, open, geïnteresseerd. Danny was absoluut gedreven en hij had een doel voor ogen. Geen idee. Cijfers die werden niet naar buiten, iedereen kreeg zijn diploma. En... Laat ik maar zeggen, Adrie had de beste cijfers. Ja, hij kan heel goed zijn team tactisch neerzetten. En vooral ook dat hij is wel iemand die nieuwe dingen uitprobeert. En de gedrevenheid kan hij in zijn team krijgen. Kijk daar, haalt hij zijn been weg, Matthijs. Dit is helemaal geen overtreding. De videoscheidsrechter bemoeit zich hier blijkbaar niet mee. Ja, toch wel, toch? Een rode kaart. Matthijs die zit vanavond tijdens Excelsior Groningen dus op de tribune. En er is één iemand die daarvan profiteert. Heel erg modieus waren ze toen nog niet, maar voetbaltalent, dat hadden ze wel. Wil jij weten welke spelers dit zijn? Hou dan de social media kanalen van Excelsior in de gaten. Want we beginnen binnenkort met een nieuwe serie. Daar werden ze groot. Tot volgende weekend.